Ik word hier dan ook wakker in mijn huisje die half geel is. Oh ja, mijn beste vriend Dennis die heeft mijn huisje een tijdje terug kapot gemaakt. Toen weer opnieuw gebouwd. Alleen heeft hij dat gedaan met gele muren. En ik had hem daarvoor een klein beetje teruggepakt. Nou ja, een klein beetje. Letterlijk zijn hele eiland is weg. Oh my god, dit kon ik eigenlijk echt niet maken. Ik vind wel dat ik het een beetje moet terugrepareren voor hem. Dennis is namelijk op het moment ook niet online, dus dat komt wel goed uit. Ik heb alleen één klein probleempje. Dennis had mij namelijk ook naar beneden gegooid, waardoor ik nu geen spullen meer heb. Dus laten we maar even kijken in de kist wat ik nog heb liggen. Oh, wow. Ik heb gelukkig nog mijn pickaxe liggen. En ik heb mijn netherite dingetjes nog liggen, die we misschien een beetje moeten gaan verzorgen. Stoppen. Ik wil namelijk niet dat iemand die gaat stelen. Ik heb namelijk een beetje het gevoel dat Dennis me in de Skyblock-wereld niet al te aardig meer vindt naar wat ik heb gedaan. Dus daarom gaan we het nu ook goed maken. En dan blijft hij hopelijk ook van mijn spulletjes af gelijk. We hebben alleen wel superveel cobblestone nodig. Het hele platform moet namelijk ook weer opnieuw gebouwd worden. Dus laten we dat maar even hakken hier bij de cobblestone generator. Klik natuurlijk op die blauwe duimpjes omhoog en klik op de abonneerknop hier beneden. Abonneren is namelijk gratis. En wie hoort er nou niet van gratis? Oh, dit kan zo lang duren. Wacht, ik heb een idee. Als ik namelijk hier een paar slabs van hak, hè. Oké, let op wat ik ga doen. En dan heb ik er nog eentje nodig. Die staat daar, dankjewel. Dan zet ik deze hier zo op, zoals je kan zien. En dan ziet het er nu misschien een beetje gek uit. Maar ik heb ook nog wat anders nodig misschien. Wat kan ik nog meer gebruiken? Ik heb een idee. Als ik van deze oude nether portal, die nu toch niet meer werkt, nou gewoon een blok obsidian ga hakken, dan ga ik daarmee mijn cobblestone generator iets beter mee maken. Iets sneller tenminste. En dan vraag je af, Alex, wat moet je nou weer in vredesnaam met een blok obsidian in een cobblestone generator? Nou, dat snap ik. Hey, schaapje, gast weg! Wat doe jij hier nou weer? Wat een gekkie! Oké, maar kijk, wat ik dus wil doen is... Ja, ik weet niet wat ik met dit schaap moet doen. Sorry, schaap! Wow! Ja. We hebben er toch genoeg. Maar al hou ik deze hier weg en dan zet ik deze daar neer. Dan hebben we daar dus dat blok obsidian staan. En wat ik nu kan doen, is ik kan gewoon mijn muis de hele tijd ingedrukt houden. En op deze manier kan ik super makkelijk het cobblestone hakken. Zonder dat ik de hele tijd pauzes hoef te nemen met het hakken. Dus nu kan ik gewoon de hele tijd zo blijven staan. Ik hoef alleen maar mijn muis zo vast te houden. En hier ben ik gewoon net op gekomen. Ik vind mezelf soms ook zo slim, hè. Dat is niet normaal. Wacht, ga ik dat blok obsidian nou breken? Nee, toch? Dat is niet de bedoeling. Nee, oké. Het blok obsidian blijft lekker staan. Oh, het duurt alleen zo lang. Het gaat ook al wel iets sneller nu. Maar ik had het wel iets sneller gehoopt misschien. Ik denk dat ik gewoon iets van 40 stuks cobblestone ga hakken. Daar ga ik vervolgens slabs van maken. Als je er slabs van maakt, krijg je namelijk dubbel zoveel slabs terug als blokken die je hebt gebruikt. Omdat je de blokken eigenlijk gewoon tjam in tweeën snijdt. En dan zou dat betekenen dat we ongeveer 80 slabs eruit krijgen, denk ik zo. Nou ja, 40 plus 40 is 80. Dus laten we die maar daar zetten. Oké, we kunnen er 78 maken als het goed is. Klopt dat? Even tellen. Ja, dat klopt! Ik heb het gewoon goed uitgerekend. Oh, laten we maar gaan bouwen. Er is alleen wel één dingetje. Er is misschien ook een klein beetje van het dirt van Dennis opgeblazen. En dirt is in deze Skyblock-wereld best wel zeldzaam. Dus ik weet niet of hij daar al te blij mee zal zijn. Want dat kan ik hem niet teruggeven. Ik heb zelf ook niet zoveel dirt, oké? Laten we maar tenminste gaan beginnen met het hakken hier. Of met het hakken, met het plaatsen van alles. Misschien dat we ook even zijn bosje opnieuw neer moeten zetten. Ik denk dat dat wel handig is. En dit water hoort hier niet, denk ik. Kijk hoor, en deze komen daar. En dan moet ik nu hier iets heel geks doen bij de generator. Ik moet hier snel... Oké, dat ging heel snel. Dat ging heel goed. Duwde me er bijna af. Oké, heel snel. Oké, de cobblestone generator die ik Dennis heb gegeven staat er nu wel gewoon nog. Dus dat is wel beter. Die krijgt hij er gewoon bij. Als goedmakertje, als cadeautje van mij. Ook al heb ik het gemaakt met zijn eigen lava. Dus zo erg cadeautje is het ook weer niet. Ik heb het gewoon zo voor hem neergezet, oké? Zo, dan zetten we dit hier nog neer. Het is wel handig dat het water blijft staan trouwens. Dennis valt namelijk nog best vaak naar beneden. Hij is soms gewoon niet zo goed in Skyblock. Dus nu kan hij dan gewoon in het water zichzelf opvangen. Zodat hij niet zijn spulletjes kwijtraakt. Ach, wat ben ik ook een goede vriend. Ik heb wel eten nodig trouwens. Ligt er hier nog wat eten? Eeuw! Zo bewaart Dennis misschien wel de aardappelen. Oh, hier is wel heel veel eten trouwens. En aangezien Dennis er toch niet is, ga ik gewoon heel stiekempies bij zijn boerderijtje een paar aardappeltjes pakken. Niet te veel, weet je. Ik laat de helft staan. Nou ja, de helft. Een klein deel. En dan ga ik dit allemaal even in de oven leggen bij mij thuis. En dan heb ik zelf ook heel veel eten. Mijn aardappelenfarm is namelijk niet zo heel groot zoals je kan... Waar is mijn oven? Wacht, die staat buiten volgens mij, hè? Oven, waar ben je? Daar is die, kijk. Maar nu staan er nog een paar aardappeltjes in. Oh, dat vind ik lekker. Ik heb ook gelijk, nu ik hier toch ben, wat meer slabs nodig. Dus we gaan gewoon...
gewoon nog veel meer cobblestone hakken bij deze generator. Dat hokje van cobblestone om de lava heen, dat helpt ook wel zo erg om blokjes niet te laten verbranden. En precies als ik dat zeg, verbrand weer een blokje. Waarom heb ik ook zoveel ongeluk altijd? Waar zijn mijn blokken ook? Oh, die blokken liggen daar. Oké, ik heb er weer 10, dus dat komt goed uit. En we gaan gewoon super snel verder hakken. 27 blokken. Daar hebben we vast wel genoeg aan. Even kijken. Doen we die daar? Hoppakeetjes. Hebben we weer 70 slabs in totaal. Echt maar, hoeveel slabs heeft Dennis' eiland wel niet nodig? Waarom heeft hij het zo groot gemaakt? Kunnen we zijn eiland niet gewoon wat kleiner laten? Voor nu gewoon. Dan is het voor mij minder moeite. Voor Dennis minder moeite om het hele eiland te onderhouden. We hadden namelijk ook mokerveel monsters hier altijd. Dat is niet normaal. Oh, en hier was Dennis' infinite water source ook. Ja, die kunnen we denk ik niet heel goed opnieuw bouwen. Maar ik ga wel mijn best voor hem doen. Oké, dat is hier zo eronder een slab. En dan hier zo daar en daar. Oké, oh! Snel terug. Oké, en dan deze daar en daar. Ik wil niet vallen. Oké, dit gaat super trouwens. Als ik dit namelijk zo gewoon af kan maken, dan staat Dennis' kleine mini zwembad / infinite water resource er gewoon weer. En dan kan hij die gewoon weer gaan gebruiken. Ja, misschien moeten we ook een nieuw huisje maken voor Dennis. Ja, nieuw huisje. Ik denk dat we deze het makkelijkst gewoon opnieuw kunnen af kunnen maken. Het hele dak staat er namelijk nog wel. Dus dan zou ik alleen maar een paar pilaren voor de zijkant nodig hebben. En dan zou het mij weer minder werk kosten. En hopelijk is Dennis dan een klein beetje tevreden. Waarom staat Dennis zijn nether portal trouwens uit? Dat vind ik heel gek. Hij wou helemaal zijn nether portal terug hebben toen ik hem een tijdje terug had gestolen. En nu gebruikt hij hem niet eens meer. Dan kan hij hem toch net zo goed aan mij geven. Ik bedoel, ik ben de aardigste buurman die er is. Nou ja, oké, dat betwijfel ik misschien een beetje. Maar alsnog, ik ben hier wel degene die zijn hele huisje weer komt opknappen voor hem. En over opknappen gesproken, laten we het inderdaad even een opknapbeurt geven hier allemaal. Hiervoor hebben we alleen wel wat nodig. En dat is, wat hout hebben we nodig? Heb ik dan een bel daar toevallig voor? Nee, daar zit helemaal niks in die kist. Hallo, bel, waar ben je? Hier zit ook niks. Ik ga mijn diamonds er niet voor gebruiken. En verder heb ik helemaal niks. Dus ik denk dat ik nog even 3 steentjes erbij moet. Hey, ga nou niet in de lava! Jongen. Oké, 1, 2 en dat is 3. Oké, dat is perfect. Schaapjes, doe eens rustig. Ik ben mijn schaar trouwens ook verloren hoe ik de schapen moet knippen. Oké, ik heb eerst alvast even 1 blokje hout nodig. Dus die hak ik alvast met mijn vuist. Ah, doet pijn aan mijn vuist. Zo, dan doen we die daarin. Dan maken we daar stokjes van. En met die sticks kunnen we vervolgens een mooie bel maken. En nee, niet een bel die je gebruikt als deurbel, maar ook bel. Kijk, en dan... Waarom vliegen daar allemaal dingen? Oh nee, Dennis heeft daar een stuk hout in gelaten. Waarom zit hij dan ook mijn bomen te hakken? Oh, ik heb het zelf gedaan trouwens. En ik geef nu Dennis de schuld. Dat zou een beetje oneerlijk zijn. Maar ik verwacht niet van mezelf dat ik dat laat staan. Ik bedoel, normaal sloop ik dat altijd. Ik hou er namelijk nooit van als er ineens een halve vliegende boom over mijn eiland zit. Ik vind het gewoon niet zo mooi staan. Oké, maar dan moeten we er nu naartoe zien te bouwen. Hoe ga ik dit doen? Gewoon zo en zo. Oh, wat ik er wel niet allemaal voor over heb, hè. Maar dat ene stomme stukje hout wat er nog in zit. Dankjewel, dat is een stuk beter. Hoppakeetjes. En dan hebben we eigenlijk weer wat saplings nodig die we terug kunnen planten. Dat is perfect. En dit moet allemaal niet geconnect zijn met dat hout hier zo. Ik denk dat ik hier geen nieuwe boom meer laat groeien. Want die bomen die verdwijnen gewoon niet. Omdat er superveel van deze houten planken zitten in mijn huis zelf. En ik zie nu trouwens dat er hier nog een gat zit. Dat hoort ook niet. Hey, een appel! Oh, die vind ik lekker. Die hou ik bij me. Maar er is nog iets wat ik nodig heb voor het huisje van Dennis. Volgens mij heeft hij ook cobblestone nodig voor zijn huisje. Dus laten we wat cobblestone hakken. Maar we moeten natuurlijk ook iets hebben voor de inrichting. De binnenkant van Dennis' nieuwe huisje moet ook even wat mooier eruit zien natuurlijk. En de beste inrichting die er is, maak je natuurlijk met blauw wol. En misschien ook wat nether quartz. Hier kunnen we denk ik ook wat leuks mee. Hier kan je namelijk nether quartz blokken mee maken. Ik denk dat we daar wel wat pets mee kunnen maken in zijn huisje. Laten we even kijken. Hij heeft aan de onderkant dus overal hout, of allemaal cobblestone. Dat hout liep volgens mij op deze manier door of zo. Ja, dat klopt. Al het hout was volgens mij weggebrand of iets. Hoppakee, die daar en die daar. Ja, dat is goed, denk ik zo. Dan had hij volgens mij hier nog zo'n paaltje zo en nog een paaltje zo. Hier zat een deur, maar ik snapte nooit waarvoor die deur er zat. Dus ik ga die ook gewoon niet terugzetten. Weet je, dat is Dennis het probleem dat hij een deur mist. Niet van mij. Zo, en hier komt dan een mooi raampje. Hier moet een blokje hout in. Een ladder. Ja, die heb ik alleen niet bij me. Oh, maar
er staat hier wel een crafting table. Dat komt goed uit. Dan doe ik gewoon even dit. Dan doen we dit. En dan maken we hier even een ladder van. Kunnen we die namelijk hier heel mooi terugzetten. Zodat Dennis tenminste naar zijn slaapkamer toe kwam. Die er tenminste ook nog staat. We hebben ook een deur nodig. Maar ik kom er net één stukje hout voor tekort. Heeft Dennis hier nog wat liggen? Nee. Oh, maar ik heb een idee trouwens. Hier zitten twee slabs in. En als ik deze weghak, dan krijg ik daar een plankje hout voor. En dan doe ik daar twee slabs terug. Ziet Dennis toch niet? En dan maken we hiermee gewoon een nieuwe deur voor hem. Ach, wat ben ik ook aardig. Hoppakeetje! En ik heb dan nog heel veel mooi blauw wol bij me. Maar waar gaan we dit zetten? Ik wil namelijk een soort van bankje voor Dennis maken. Alleen ben ik bang dat er niet echt heel veel ruimte voor is. Want hier zit ook nog een gat in het plafond trouwens. We doen even alsof we die niet gezien hebben. Maar hoe kunnen we in dit mini-huisje een bankje zetten? Dat doe je zo, dan zit hier al een ladder. Voor zo... Oh, dit kan nog best wel. Maar daar kan die de ladder niet op. Ja, hier hebben we een... Nee, dat kan wel trouwens. Ik heb een idee. Als wij namelijk hiervan een paar slabs maken, dan kunnen wij hier een bank van maken. Ik bedoel, dit is toch duidelijk dat dit een leuke bank is zo? En dan kan je hier op de bank gaan kruipen via geheime route. En dan kan je zo bij je bed komen. Het is niet het meest ideale natuurlijk. En trouwens, hier is nog een mooie opening voor Dennis, waar die denk ik ook wel vaak naar beneden springt. Dus wat dan zetten we daar ook een deur neer? En misschien kunnen we ook gelijk even deze rand die hij aan de andere kant heeft ook afmaken. Ik zag namelijk dat ik nog heel veel trappetjes hier had liggen. Dus we gaan het gewoon gelijk mooi maken hier zo. Kijk even erdoor. Oké, hier moet zo'n stukje zo en hier moet een stukje zo. Ziet er gelijk al een stuk beter uit. En dan moeten we nog even naar de andere kant. Hier moet namelijk ook nog een soort van, een soort 3D-achtig iets op het dak komen. Of nou ja, 3D. Het komt er dan gewoon meer uit, weet je wel. Hier mist ook nog een klein stukje. Niet vallen, Alex. Ik wil niet vallen. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Oké, het gaat nog goed. Het gaat heel goed. Zouden we even een paaltje mogen lenen van Dennis? Ja, deze mogen we vast wel lenen, toch? Ik bedoel, het hout gaat toch weer in zijn huis, toch? Ja, dan kunnen we hiermee namelijk even wat slabs maken waarmee we het huis moeten afmaken. Ik heb gewoon niet meer genoeg hout anders. Oké, dit is top. Hier moet namelijk nog een slab zo komen. Deze moet eventjes omgedraaid worden. Ik ga ook niks voor de deur zetten trouwens. Die deur moet open blijven, zodat Dennis gewoon naar beneden en naar boven kan heel makkelijk. Misschien is het leuk om hier nog een klein matje te zetten waar hij op neer kan vallen als je hier naar buiten valt. Zo, een mooie blauwe mat. Dat is toch top? Wie wil dat nou niet? En natuurlijk hebben we ook een blauwe deurmat nodig hier zo. Zo, klein deurmatje ervoor. En hij heeft hier zijn slaapkamer. En nou, daar moet ook iets van blauw komen. En ik heb een ideetje. Zijn bed is namelijk wit. En wat nou, maken we die ook blauw? Ik bedoel, je wilt toch niet in een wit bed slapen? Dat is toch stom? Je hebt toch veel liever een blauw bed? Hoppakeetjes! Kijk, dat is stukken beter. Het is alleen wel een beetje moeilijk om uit je slaapkamer te komen. Oké, maar het is te doen. En dan denk ik eigenlijk wel dat Dennis' huisje zo nog vele keren mooier is dan dat het er net uitzag. Maar dan is er nog één dingetje wat we moeten doen. Eigenlijk twee dingetjes. En dat is hier wat meer blauw bij doen. Want ja, alle gele blokken zijn weg en ik heb geen gele blokken, weet je. Dus dan doen we maar blauw. En eentje voor geel. Eentje geel omdat Dennis' zijn lievelingskleur geel is. Heeft Dennis hier toevallig een aansteker laten liggen? Nee, dat heeft hij niet. Hij heeft wel lava laten liggen. Maar ik denk niet dat ik het met lava kan aansteken. Laten we het ook niet eens proberen trouwens. Dat gaat sowieso fout. Zo, die leg ik snel terug. Heb ik zelf niet nog een aansteker? Daar wil ik nu even naar kijken. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Even kijken. Nee. Oh, ik ben echt heel veel spulletjes kwijtgeraakt laatst. Maar ik denk dat het enige wat we nu nog hoeven te doen is dat we hoeven wachten tot Dennis terug is. En dan kunnen we hem zijn nieuwe huisje laten zien. Ik hoop echt dat hij er blij mee is. Wel wil ik alleen nog eventjes een plekje maken waar ik deze dingen alsnog ga verstoppen. Vertrouw Dennis er gewoon nog niet helemaal mee. Ik heb het gevoel dat hij nog boos is omdat ik zijn huisje de vorige keer heb gesloopt. Ook al staat hij er nu weer. Maar waar kunnen we dit verstoppen in het huis? Ik heb een idee. We zouden hem hier achter kunnen zetten. En in een klein... Oh, nee, ik heb een beter idee. Oh nee, dat gaat hij zien, hè, als ik het hier bouw. Oh, er is hier gewoon een soort bruggetje. Oké, dat komt wel goed uit. Dan kan ik hier namelijk even een extra hoekje maken, zo. Heel sneaky. En dan maken we hier even een blauw hokje van. Deze manier. En dan zo en zo. Alrighty, dat is perfect. Ik bedoel, hier achter bij het huis komt toch nooit iemand, toch? Dan denk ik dat we dat wel zo kunnen laten. En wat ik dan wil doen is, ik heb even wat nodig. Ik heb namelijk een klein beetje hout nodig, zodat ik daarmee een kist kan maken. Oh, ik heb hem per ongeluk gestript. Dat was niet de bedoeling. Maar ja, maakt niet uit trouwens, want ik doe hem gewoon hier erin.
erin. En dan doe ik dit nog hier er ook bij. Hoppakee. Maar wat dan? Oh, niet op mijn farm springen. Maar ik heb... Oh, ik heb alle sticks al. Dat komt goed uit. Wat ik dan nodig heb is een schilderij. Die maak ik even hiermee. En wat ik ook nodig heb is een kistje. Dus die maak ik ook gelijk eventjes. En ik heb een bordje nodig. Wat ik dan namelijk kan gaan doen... is ik kan hier zo een kist neerzetten. Daar doe ik vervolgens deze en deze in. En dan doe ik hier een schilderijtje ervoor. En dan doe ik hier... dat is een lelijk schilderij. Als ik dan hier gewoon een klein schilderijtje voor doe. Een mooie. Geef me een mooie. Oh, dit staat leuk op die gele muur. Oh, dit matcht perfect. Kan ik de kist dan zo nog openmaken? Nee, dat kan niet. Maar als je dat schilderij dus weghakt, kan je pas wel in de kist. En zo valt het ook niet op dat er een kist achter zit, toch? Ik vind dit er echt perfect uitzien. Wat maken die schapen van mij trouwens ook de hele tijd voor herrie? Dat is niet normaal. Oh, jullie willen weer eten, hè? Dat dacht ik al. Oké, laten we even wat eten voor de schaapjes pakken hier zo, hoor. Zo, dan hakken we dit allemaal om. Dan moeten we alles natuurlijk even terugfarmen. We zouden gelijk ook even de aardappelen mee kunnen pakken trouwens. Dat is denk ik ook wel handig. Zo, hoppakeetjes. En hoppakeetjes. En ik snap niet waarom deze meloenen nooit meer groeien. Misschien dat ze alleen op dirt groeien en niet op cobblestone. Ik denk zomaar dat dat het wel zou kunnen zijn. Nou, laten we dan hier maar even wat dirt hakken. Oh, niet naar beneden vallen, meneer dirt. Dan hebben we net wat meer slabs nodig. Ik ga namelijk even een paar van die gaatjes waar dirt in zat opvullen met steen. Want ik wil daar geen bomen meer hebben. Oh, niet ertussendoor vallen, Alex. Dankjewel. Maar hier bijvoorbeeld... Hey, hier is een mooie blauwe bloem. Oké, die wil ik hebben. Maar hier ga ik gewoon dit stukje dirt weghalen. Niet vallen, niet vallen, niet vallen. Oké, dit is top. Hier moet ik trouwens nog een nieuwe boom terugplanten eventjes eigenlijk. Hoppakee, die staat op zijn plekje. Wat ik hier dan eigenlijk moet doen, denk ik, is ik denk dat ik hier dirt moet zetten. En hopelijk groeien er dan wel meloenen op dus. En dan doe ik er even dit eronder wel. 2. En hier zo doe ik dan weer cobblestone onder, net zoals hier. Ik ben altijd gewoon een beetje bang dat die leaves gaan verdwijnen uit het niets. En dat zou niet zo handig zijn als je er net toevallig op staat. Eens even kijken hier zo. Dennis! Alex! Waar kom jij nou weer vandaan? Wat doe jij hier? Hoe bedoel je, wat doe jij hier? Ik woon hier, Dennis! Oh ja, ik woon hier nu ook. Weet je waarom? Nou... Mijn hele huis is opgeblazen door mijn beste vriend. En wie hoe zou dat nou opgeblazen, zijn? Opgeblazen, Dennis? Jouw huis staat er gewoon. Huh? Ja, kom maar mee. Die staat er gewoon. Hoe kom je nou weer bij opgeblazen? Waarom doe je nou zo boos? Er is niks aan de hand, toch? Je hebt het de vorige keer opgeblazen. Doe dat niet alsof je gek niet. Bent. Helemaal niet. Ik weet niet waar je het over... Okay, Dennis. Ja, kijk, dit is niet mijn huisje. Jawel, dit is wel je huisje. Ik heb hem teruggebouwd voor je. Alleen heb ik een paar dingetjes aangepast. Ik zal je een rondleiding geven, anders. Ja, ga jij hem als eerst, want de vorige keer liep ik in mijn huisje en werd alles opgeblazen. Lach niet! Nou! Dat is niet op de lach, oké? Dennis! Ik heb helemaal mijn best gedaan. Ik ben de hele dag bezig geweest terwijl jij weg bent geweest. Om het voor jou terug te maken. Kijk, de cobblestone generator staat er mooi bij. Zie je dat? Dat was het minste wat je kon doen, het terugbouwen van mijn huisje. Dennis, het is niet alleen terugbouwen. Het is nog 10 keer zo mooi geworden, kan ik je vertellen. Volg mij maar. We hebben als eerst een blauwe deurmat. Wie houdt er nou niet van blauw? Waarom loop je er zo omheen? Oh, hier, ik spring er nu op. Dennis, er is niks met de deurmat aan de hand deze keer. Maar je weet dat ik van geel hou. Ja, maar ik hou van blauw. Dus ik dacht, nou, dan hou jij misschien ook van blauw. Want blauw is gewoon mooi. Oké. Nou, de rest? En dan kom je binnen in je huis en dan hebben we hier een blauwe bank. Waarom is alles blauw? En hiermee kan je lekker genieten van het uitzicht. Ik zou wel, als ik jou was, dat bosje voor je deur weghalen. Maar ga zitten, hij zit super lekker. Hij zit wel lekker, maar... Ja, wat? Toch? Alles blauw. Dat is toch mooi? Nee, ik wil ook gele kleuren in mijn huis. Nou, volg mij dan maar eventjes naar boven. Kijk eens aan de andere... Oh, Alex! Ja! Mam, is mijn hele huis blauw. Je had een wit bed. Wees blij dat ik er een kleur aan heb gegeven. Hij was wit. Ja, wit was nog beter dan blauw. Hoezo? Nou, eigenlijk niet, maar... Ik hou van geel. Dit is letterlijk nu eigenlijk jouw huis. Ja, maar ik heb huis. Geen geel wol. Oh, we hebben gele schapen letterlijk daar. Ja, maar ik heb geen schaar omdat jij me er vorige keer van afgeduwd hebt. Oh, nee, maar je wist ook TNT te vinden. Dus Iron Lux past Dennis, ook wel. Dennis, dit is nog niet alles, kan ik je vertellen, hè? Oké, nou. Ik heb een deur. En woehoe, je kan hier naar beneden springen op een matje. En dat is ook weer blauw. Ja, wat wou je
anders? Wou je anders op de stenen landen? Nee, dat dacht ik. Op een geel matje. Dennis, ik heb geen geel. Ik heb ook nog wat gedaan voor je. Ik heb jouw Infinite Water Source weer neergezet hier zo. En ik heb jouw Nether Portal weer wat mooier gemaakt. Ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen, Alex. Hoezo niet? Hier zit geel in. Kijk rechtsboven. In één hoekje is geel. Ja, maar je brengt het zo van... Ja, ik heb zoveel leuke dingen voor je gemaakt, maar... Dit is het minste wat je kon doen, want ik had deze al. Ik had die Nether Portal al. Ik had dit huis al. Nee, het is alleen maar blauw geworden. Dit is toch leuk? De deur is wel leuk. Ja! Een sprongetje, maar... dankjewel, Alex. Alsjeblieft, Dan. Ben je er niet blij mee? Ik ben er heel blij mee. Maar je klinkt heel sip. Ja, ik had gewoon graag gele kleuren in mijn huis gezien, Alex. Dennis, ik heb geen iron om de schapen te scheren. En anders moest ik ze vermoorden. Dat wil ik ook niet doen. Dus ik dacht, nou, dan doe ik het met blauw. Want blauw is supermooi. Ja, of. Je had het gewoon niet opgeblazen. Ja, maar Dennis, wees blij. Ik kan het niet meer terugdraaien. Jij ook niet. Ik heb het zo goed mogelijk teruggezet. Hoezo ik ook niet? Omdat het in het verleden is. Het verleden kan je niet meer terugdraaien. Dus het spijt je wel? Ja, daarom heb ik dit gedaan. Oké, nee, is goed. Is goed hoor. Ja, maar... Ja, is goed. Nog steeds beste vrienden hoor. Nee, is goed. Doei. Dennis, ik woon daar en jij woont hier. Ja, ik moet nog wat ophalen, mijn spullen. Oké. Volgens mij was Dennis niet al te blij met de verrassing. En hoe kan dat? Ik heb zijn hele huis nog mooi teruggebouwd. Wel een beetje in het blauw natuurlijk. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op een van de twee video's die jullie hier naast mij kunnen zien staan. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Waar wacht je op? Klik nu een van deze twee video's aan. Ze gaan namelijk verdwijnen in 3, 2, 1...